De Volkswagen ID.3 wordt ook wel de elektrische variant van de Volkswagen Golf genoemd. In deze video ga ik je de verschillen en de overeenkomsten laten zien. Het grote verschil met de Volkswagen Golf zit hier natuurlijk aan de voorkant. Bij de Volkswagen Golf zit hier de benzinemotor, eventueel gecombineerd met een elektromotor. En de ID.3 die is echt ontworpen als een elektrische auto. Hier zit dus geen motor, die motor zit namelijk achterin. En al die ruimte die je daarmee bespaart, ja, die kan je op andere plaatsen laten terugkomen. Dat ga ik je aan de zijkant laten zien. Hier aan de zijkant zie je dan ook gelijk het grote verschil. Allereerst de neus, die is lekker kort. Ja, je hebt daar immers geen motor meer zitten, dus dat kan je kort houden. De elektromotor die zit daarachter, tussen de achterwielen. En over de hele breedte van de auto, daar heb je dus de batterij liggen. Betekent dat je ook gelijk weer een groot bereik hebt. Maar liefst 420 kilometer kom je ver met een volle batterij. Nog even een leuk weetje. We zijn hier vandaag in Hoevenhaag. Als je hier vandaan vertrekt, naar Duitsland, naar de fabriek, naar Wolfsburg, kan je dat op één volle batterij doen. Dat is toch even mooi meegenomen. Wat betekent dat nou voor de ruimte? Dat de batterij hier onderin ligt, heb je in de auto veel meer ruimte. Een ander punt wat ontbreekt, ten opzichte van bijvoorbeeld de Volkswagen Golf, is vaak zo'n tunnel hier in het midden. Die heeft de ID.3 niet, waardoor je dus heel makkelijk met drie man achterin kan zitten. Eventjes ter vergelijk, heb je achterin bijna net zoveel ruimte als in een Volkswagen Passat. Ik ga eruit stappen, want ik ga eens kijken wat dat betekent voor de kofferbak. Omdat de ID.3 ontworpen is als een echt elektrische auto, heb je zo geen last van batterijen hier in de kofferbak. Je hebt gewoon een ruime kofferbak, net zo groot als bijvoorbeeld de Volkswagen Golf. Eén dingetje, daar moet je wel rekening mee houden. Je krijgt zo'n mooie zak erbij. Dan kan je dan direct de laadkabel in opbergen. Nou, tot zover wat verschillen. Ik ga het interieur eens even bekijken. De ruimte die ik achterin ervaarde, heb ik hier ook voorin. Groot verschil zie je bijvoorbeeld hier tussenin. De Volkswagen Golf heeft hier bijvoorbeeld de versnellingspook zitten. Dat zit hier allemaal niet, waardoor je ruimte hebt voor een heel groot opbergvak, wat erg handig is. Over versnellingspook gesproken, dat zit hier bij de ID.3 aan het stuur. Drie standen, vooruit, achteruit en nog een neutrale stand. Bovendien, je kan hem ook nog in een andere stand zetten, waardoor als je afremt weer wat extra bijlaat voor de batterij. En als je dan kijkt naar het dashboard, ja, dat ziet er een beetje futuristisch uit. Maar dit is gelijk aan de Volkswagen Golf. Daardoor is het ontzettend makkelijk te bedienen. Zoals andere dit grote scherm. Daar kan je mee je navigatie bedienen, je audio, je verwarming. Alles zit erop. Nou, ook zo zit, dan blijft toch wel de vraag. Rijdt zo'n ID.3 nou anders dan een Volkswagen Golf? Ja, daarvoor moet ik even een blokje omgaan. Tijdens het rijden in de Volkswagen ID.3 merk je dat hij echt ontworpen is als een elektrische auto. De auto is goed in balans, waardoor hij heel erg comfortabel en nog heel stabiel rijdt. Ik zeg even, goh, zie je dan nog andere dingen ten opzichte van bijvoorbeeld een Volkswagen Golf? Nou, één ding, ja, dat is natuurlijk wel een groot verschil, dat zie je hier op het dashboard. Dat is natuurlijk dat je een meter hebt hoeveel de batterij is. Ja, je hebt natuurlijk immers geen brandstofmeter hier in de auto zitten. En wat je merkt, dat hij een automatisch en eigenlijk heel makkelijk optrekt met de elektromotor, hoeft immers niet te schakelen, dat het ontzettend snel gaat. Dat rijdt soms best wel heel erg lekker. En een ander ding wat je ook merkt, je hebt natuurlijk geen motorgeluid, die je normaal wel bij een benzinemotor hebt. En daardoor is de ID.3 heel erg stil tijdens het rijden. Nou, dat was een lekker ritje. Nog één verschil, eigenlijk overeenkomst met de Volkswagen Golf, dat is de laadmogelijkheid. Het klepje voor het tanken bij de Golf en het laden bij de ID.3 zit op precies dezelfde plek. Eén groot verschil, bij de ID.3 moet je hier wel een stekker in stoppen, want die tankslang van de benzinepomp, die past hier niet meer in. Ten slotte, deze ID.3 is een Black Edition uitvoering. Dat zie je onder andere aan de lichtmetalen velgen, maar ook aan de zwarte buitenspiegels. En ze heeft nog heel veel meer zwarte buitenaccenten. Ook van binnen hebben ze dat heel mooi doorgetrokken door zwart met witte bekleding. Geeft die auto wel een hele stoere uitstraling. En jou natuurlijk de keus, want het blijft een kwestie van smaak. Wil je de verschillen tussen de Volkswagen Golf en de ID.3 nou een keertje zelf ervaren? Boek dan een kennismaking via onze website.